En hallo mensen, tof jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering van Minecraft Minigames in dit geval. Het is vandaag woensdag en niet maandag. Dat komt gewoon omdat de maandag eigenlijk al een andere video was, laat ik het even zo zeggen. Sorry dat ik... Ja, oké. Je snapt het, jullie hebben net gezien, Overpower Chest. Dus laten we ze proberen te rekken. Ik ben niet heel erg goed in Overpower Chest, laat ik het even zo zeggen. Als ik het mooi wil worden. Oh, misschien word ik toch hier wel goed in. Wat ik in ieder geval moet proberen, is om veilig in leven te blijven. Dat is voor mij namelijk al een hele opgave, denk ik. Power 2. Op zich prima voor mij. Alleen, ik heb hier een mooi dingetje. Moet ik heel snel pakken en dan moet ik even naar beneden en even veilig gaan staan. Want anders blijf ik nooit in leven. Ik heb een mooi zwaard. Ik heb een powerboog. Oh, de powerboog. Dankjewel, dat duurde even. Kijk. Kunnen we hier blijven? Ik denk van wel. Oké, ik heb niet heel erg veel bijzonders. Laat even daarop houden, maar... Wow, gast! Ik zag je helemaal niet, man. Waar de fuck kom je vandaan? Nee! Kut, ik was niet aan het opletten. Sorry. Oké. Ja, best. Ik ga wel verder. Wacht. Nu ik het nu nog ga erin en dingen, dus dan wil ik meteen verder. Kom op, jongens. Oh, kom op. Oh ja, kijk, dat is het eerste die ik pak. Oké. Ik weet niet welke map het is. Oh, Mystic. Oké, dat is best Mystic. Oké, ik heb nog de sfeer er lekker in zitten. Oké. Als jullie dachten waarom ik soms hier en daar mijn zin het onderbrak. Ik eet al een hele tijd Doritos roulette. Niet per se als challenge. Ja, het is wel oké, het is begonnen als challenge. Dat is van wow, mensen reageerden er zwaar op en jullie weten, jullie video staat online. Je moet jullie nog even zoeken, ik zet een linkje in de beschrijving, ik zie nog even. Kom maar goed. In ieder geval, sindsdien ben ik wel best wel Doritos gaan eten. Maar ik had eigenlijk alleen maar Doritos roulette. Dus eigenlijk was voor mij, dat was een beetje mijn standaard. Als ik chips at, dan had ik Doritos roulette. Misschien best slecht, maar ik kan heel goed tegen warm, tegen pittig eten. Dus het was voor mij niet eens heel erg erg. Dat is oké. Jullie snappen waar het heen gaat. Ik at dus eigenlijk alleen maar Doritos roulette. Dus nu was ik weer begonnen met gewoon een zak chips. En ik miste die pittige bite gewoon heel erg. En dat was eigenlijk best wel raar, want ik mis dat eigenlijk dat soort dingen eigenlijk nooit. Dat ik dat eigenlijk nooit pittige dingen eet zoals dat soort chips. Waaah, waar kom je vandaan? Ga weg! Nee, dat kan nooit! Wat was een houten zwaardje, man? Nooit! Ik zweer je, dat kan echt niet, man. Oké. Maar zoals ik al zei, ik had dus eigenlijk alleen maar Doritos roulette. En stond weer zo'n gewone zak met Doritos. En ik dacht, die pak ik, weet je, lekker. Maar de eerste hap was iets van, waar is nou die pittige smaak heen? Helemaal niet beseffend van bij mezelf dat ik van, hey, dit is geen roulette. Want ik linkte Doritos gewoon al aan Doritos roulette en lekker pittig. Zo hier en daar lekker zo pittig. En dat is op zich wel heel leuk, want wij aten echt met de hele familie, ja, nog steeds wel hoor, maar... En gewoon mijn hele familie, we halen gewoon elke week, halen gewoon 2 of 3 van die zakken. En gaan we gewoon met z'n allen een beetje in de kamer zitten, weet je. En dan gewoon, iedereen steeds zo'n chipje, of iemand pakt gewoon een handje. En dan is het natuurlijk gewoon wachten dat diegene van, oeh, heet, weet je, dat is een beetje te verwachten. En jullie trouwens nu verwachten waarom ik geen facecam heb, want ik had hem wel willen doen. Ik kan hem ook best wel doen. Alleen mijn kamer is nogal in puin. Ik kijk nu een beetje weg, maar mijn kamer ligt echt in puin. Omdat er allemaal overal liggen spullen. Overal ligt van alles. Spullen die wel van mij zijn, spullen die niet van mij zijn. En allemaal bullshit. Het is gewoon één grote chaos, dus het is niet echt overzichtelijk. Dus het zou alleen maar afleiden, denk ik. Omdat dat natuurlijk vrij klein is. Omdat het maar een heel klein dingetje is, natuurlijk. Maar jullie snappen mijn punt. Het is een heel erg chaotische boel hier nu. Maar het is natuurlijk te overzien. Alleen niet echt voor mij, want het is echt één grote chaos voor mij. Maar ja. Ik had nu best wel even blokjes willen hebben. Ik best wel even gewaardeerd. Maar als het goed is, moet hier nog ergens iets liggen. Hier. En er liggen geen blokjes. Dat vind ik dan wel weer jammer. Nee! Oh nee! Nee! Fuck! Was ik serieus de eerste? Oh nee, net niet. Gary's. Oh, Garrick's mod. Ik ken wel iemand die zo heet. Garrick's. Waar ken ik dat van? Garrick's. Garrick's. Kennen jullie ergens de naam Garrick's van? Want het komt me wel bekend voor. Garrick's. 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 God, hoe heet dat?
Er is iemand die zo... Er is een bekend iemand die zo heet. Garrix. Oh ja, kijk. Martin Garrix. Goedemorgen. Dat duurde fucking lang. Voor de mensen die niet weten wie Martin Garrix is. Dit is echt een grote bullshit aflevering. Maar dus snapt me best wel. Martin Garrix. Nou, ik zal het even snel introduceren voor de mensen die niet weten wie Martin Garrix is. Martin Garrix is een DJ die waarschijnlijk aankomend jaar de nummer 1 DJ van de wereld wordt. Bekend van de nummers zoals Animals, Virus, Don't Look Down, allemaal dat soort shit. Don't Look Down met Usher, The Only Way's Up. Al dat soort shit, ik ben best wel fan van hem. Daarom nu ik het zeg, verbaast me best wel dat ik het niet meteen wist. Maar, oké. Even gefocust, Rodney. Ik ben hier mijn gear aan het aantrekken, zeg maar. Hoppakee. Zo, blokjes. Kijk. Dit duurt allemaal veel te lang, dus doen we even zo. Snel toetsen. Oh, ik hou van snel toetsen. Oh, ik ben zo dol op snel toetsen. Oh, heerlijk. Snel toetsen zijn live. Echt. Ik weet het zeker. Ik voel het gewoon. Tenminste, bij mij dus. Neem me niet kwalijk als bij jullie niet het geval is, maar bij mij wel. Zeker bij mij. Oké, dit moet aan de kant. Dit mag aan de kant. Hoppa. Oké. Hij let op mij, dat vind ik vervelend. Ga weg. Oh, ik heb hem geraakt! Snel bouwen. Voordat hij weer boven is, moet ik daar zijn. Kom op. Oké, safe. Zeg maar. Oké. Kom op. Ah, rekt! Bloody naar beneden. Hij is dood! Kijk, zo doen we dat je... Oh, dat kan niet. Wacht. Ik kan ook deze kant even op. Even kijken. Is er nog iets waar ik wat aan heb? Laten we even beneden kijken. Misschien is hier nog iets waar ik wat aan kan hebben. Nee. Laten we eens kijken waar ik nu naartoe kan gaan. Dat ik iets kan doen nog. We zijn er met 9 man over. Dat is op zich prima voor mij. Oh, dat is zijn ding. Ik dacht al, dat is mijn ding. Wacht. Ik dacht al, hè? Ik maak toch altijd netjes mijn bruggetjes af, dacht ik toen. Oh, ik schrik me kapot, man. Oh, kut. Oh, god. Ik moord mijn eigen hart uit hier, oh. Oh, een zwart. Kijk, jongens. En zo moet dat. Die had ik nou net nodig. Oh, god. Ik haal het echt. Ik ga dat wordt nog een keer mijn dood, jongens. Oh. Kijk, de zwart. Dat is echt alles wat ik op dit moment nodig heb. Helemaal top. Ik waardeer het echt. Oké. Hier is niks waar ik wat aan heb. Hier is even nagedacht. Prima voor mij. Oké, ik kom in ieder geval verder, dus... Oké, er zijn nog 7 mensen over. In principe ben ik vrij sterk nu, want... Ja, ik ben gewoon vrij sterk. Hoef ik niet uit te leggen. Kunnen jullie ook vast wel zien. Ik draag gewoon op zich oké hier. En ik heb een goed zwaardje, dus... Misschien ben ik inderdaad vrij sterk. Oké, hier zit geen... Oh, hier zit wel een bruggetje. Toppie, jongens. Oké, er zijn er maar 5 man over. Ik moet echt nog even zien dat ik er even eentje kill voordat ze allemaal dood zijn. Ik moet even een sterke zwaard vinden namelijk. Oh, een pickaxe, altijd handig. Je hebt me nooit, hè. In de raarste gevallen kan je pickaxe gebruiken soms. Zoals nu. Ik heb nu blokjes tekort. Kijk. Perfect. Oké. Ja, dan kom je er wel aan, hè. Kijk. Hier wordt over nagedacht, jongens. Zo. Zie je een ingang? Kijk. Niet dat ik hier veel aan heb, maar... Alles is welkom. Daar liggen nog spullen. Ja, er zit een bruggetje. Oh, rekt!
Nee! Oh nee! Nee! Fuck! Oh, hij ging goed, man. Is die... Kijk, hij is dood. Kijk, GG. Oké. Nou, ik vond het mooi geweest voor deze aflevering. Ik ga voor jullie nog even een cubelet openen, want die heb ik natuurlijk nog. Het is een mooie blauwe, de kleur is dus blauw. Nee, de aflevering is groen, maar... Een sheephead. Awesome. Ik hoop jullie van deze video genoten hebben. Doe even een blauw duimpje omhoog. Dan zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En vergeet niet even de Doritos Roulette Challenge van mij te checken. Alvast bedankt en...